Arnold van Schriek uit het Gelderse Netterden is winnaar geworden van Top Curl 2015. Dit is een jaarlijkse competitie waarbij wordt gezocht naar de maker van de beste voorjaarcurl. Top Curl wordt georganiseerd door Agrio Uitgeverij. Ja, het is een Top Curl omdat hij qua management, conservering en voederwaardes gewoon perfect aansluit om er ideaal in de winterdag van te kunnen melken. De curl moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Ja, de VEM moet een bepaalde waarde hebben, de DVE moet een bepaalde waarde hebben, de verteerbaarheid, de snelheid. Je moet natuurlijk niet te snel de koe doorvliegen. En je moet proberen om toch een voldoende hoog eiwitgehalte in de curl te krijgen, ondanks dat het bemesten steeds moeilijker wordt. En dat is bij deze curl gelukt. En er zit toch ook nog wel een stukje structuur in, en wat wel zeker bij ons belangrijk is. Het is een belangrijke prijs voor Van Schriek. Wij zijn een derogatiebedrijf, 80% grasland, 20% maisland. Ik ben zelfvoorzienend, wil dus ook absoluut geen mais aankopen. Ik moet het dus met weinig mais doen, heel veel gras, geen bijproducten. Ja, gras is dan het hoofdaandeel. Daar moet ik van melken en dat is eigenlijk de eerste verdienste. Als dat niet goed is, dan weet je eigenlijk dat het gewoon een moeilijke winter wordt om dan wat te verdienen. Van Schriek heeft een bepaalde strategie die hij ook zal blijven volgen. Wij doen in het voorjaar wachten totdat de grond voldoende droog is. We zitten hier op vrij zware klei. We doen vaak eerst de helft van de kunstmesten opstrooien. Er zit een zwavelmeststof bij in. Dan gaan we op een gegeven moment de mest injecteren. 14 dagen, 3 weken later na het mest injecteren, dan doen we de tweede helft van de kunstmest geven. Ja, en ik zie dat als voordeel, dat je hebt de nitraat en de ammoniumstikstof in de kalkamon zitten. En de nitraatstikstof die is wat gevoelig voor uitspoelen. En als je daar nog 3 weken tussen laat zitten, dan heb je gewoon, ja, omdat je het voorjaar toch vaak natte weer hebt, heb je gewoon een beter rendement van je nitraatstikstof als er slecht weer komt.